zijn vandaag in Woerden, boven in een kas. En we hebben vandaag de derde editie van het Surf Cloud Event gehouden. Ik zie vooral dat cloud natuurlijk hele grote slagen heeft gemaakt in de beveiliging. Dus je ziet steeds meer dat cloudbedrijven echt wel goed bezig zijn met beveiliging. Maar waar je over het algemeen zult zien dat het misgaat, is als mensen dingen moeten koppelen. En dat maakt dus niet uit of het binnen een cloud is of we hebben een deel binnen en we hebben een deel buiten de cloud. De configuraties daartussen gaan echt heel erg mis en dat zal de komende jaren alleen maar erger worden. En daarna zijn we met plenaire sessies aan de slag gegaan. Allemaal gericht op het thema cloud, van diverse aspecten bekeken. Ik heb veel geleerd over biodiversiteit, dat je dat allemaal in de cloud kan opslaan. Maar het belangrijkste was denk ik wel alle mensen die ik weer gesproken heb. Dat was echt superleuk om alle collega's weer te zien en natuurlijk vooral ook de gebruikers van de services van Surf. Mensen die met cloud bezig zijn, architecten. Ik ben zelf wel veel bezig met security en hoe je met sensitieve data kan werken. En dan denken we natuurlijk in eerste instantie heel erg aan systemen en aan IT. Maar ik heb wel geleerd dat het grootste gevaar voor breaches van data, voor het verlies van data, dat zijn gewoon mensen, dat zijn wij. Dus we moeten niet alleen naar techniek kijken, we moeten vooral ook naar de mensen kijken en zorgen dat die goed opgevoed worden. Publieke waarden in ere houden, dus dat ze ethisch met data omgaan.